criminelen. Dan heet het wettig en overtuigend. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en weet dat de penose niet altijd liegt, de pers niet altijd juist citeert en de politiek niet altijd eerlijk spel speelt. Straks meer daarover. Hoewel het allemaal Mabel Wisse-Smit is wat de klok slaat, beginnen we daar vanavond niet ons programma mee. Verreweg het grootste gedeelte van onze uitzending is eraan gewijd. Maakt u zich geen zorgen. Maar ook andere zaken vragen om een vervolg. Afgelopen voorjaar besteden wij aandacht aan een brutale roof die haarscherp op video werd vastgelegd. Na de uitzending werd al heel snel duidelijk wie de daders waren. Maar een aanhouding, die had heel wat voeten in de aarde. Een groep van 5 personen komt de kleine sigarenzaak aan de Rotterdamse Sliederstraat binnen. De winkel is direct zo vol dat goed overzicht niet meer mogelijk is. 2 van de klanten, de man en de vrouw met de witte sjaal, stellen zich op voor de toonbank. Ze doen hun uiterste best Groenendijk's collega flink bezig te houden. Ze laten de verkoper allerhande sigaren pakken. Ze zijn op zoek naar sigaren met een smaakje. Het is van vanillesmaak. Wat veranderen? Ook winkeleigenaar Groenendijk meldt zich in de zaak. Heb jij aan mij gegeven van vanwege? Ondertussen houdt een ander lid van de groep zich schuil achter de vrouw met de lange grijze jas. Doos. Ja. Die. Ja. Maar dat is geen van deze. Als de groep er zeker van is dat de sigarenhandelaar en zijn assistent niet opletten, glipt het meisje van achter de grijze jas ongezien het kantoortje achter de sigarenzaak in. Ja? Kijk, wat voor mij deze. Nee, die daarnaast. Dat zijn deze puntjes. Ja. Ja. Intussen houdt de rest van de groep de verkopers aan de praat. Dat is normaal bij. Dus welke? Mag dit is die tanga. En die ene, die met de gele pak, gaat praten. Na enkele minuten is de divegge terug en verschuilt zich weer achter de vrouw met de grijze jas. Als duidelijk is dat de divegge weer in de winkel is, wordt de afleidingsmanoeuvre afgebroken en is het tijd voor de aftocht. De man lijkt de juiste sigaren gevonden te hebben. Ja, zoiets. Alleen is die pijp hier. Heb je niet? En die heeft Groenendijk natuurlijk niet, met een pijpje. Zonder ook maar iets te kopen, verlaten ze de sigarenzaak. Maar niet veel later blijkt dat de groep de zaak niet met lege handen heeft verlaten. Groenendijk ontdekt dat uit een tasje in het kantoortje in iets minder dan 10 minuten een behoorlijk geldbedrag is verdwenen. Die groep die hier binnen was, die heeft uit dat tasje €2300 meegenomen. Dat is ongeveer de halve week omzet, ja. Groenendijk doet aangifte van de geraffineerde beroving bij de Rotterdamse politie. Hij overlegt de beelden van zijn bewakingscamera in de hoop dat dit een snelle aanhouding van de groep mogelijk maakt. De bewakingscamera heeft immers opnames gemaakt van de diefstal die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Maar de hoop van Groenendijk gaat snel verloren. Want eind april, ruim 2 maanden na de beroving, is er nog niemand gearresteerd. Groenendijk besluit het over een andere boeg te gooien en stelt de opnames van de diefstal ter beschikking aan ons programma. Tijdens de uitzending in april kwam voorlichter Joop van der Hoor van het Rotterdamse Korps speciaal naar de studio om tekst en uitleg te geven. Bent u er alsnog op gebrand om deze mensen te pakken te krijgen? Ja, absoluut. We hebben ook speciaal een 0800-nummer hebben we dus ingesteld. Ja. Waarmee mensen eventueel die wat meer weten rechtstreeks zich in verbinding kunnen stellen met het opsporingsteam. Want dat is speciaal voor deze zaak, is dat weer zeer actief geworden. Hij beloofde plechtig met alle tips hard aan de slag te gaan. En er werd massaal gereageerd op de oproep van Van der Hoor. De politie meldde enkele dagen na de uitzending dat zo'n 50 tips waren binnengekomen. Ook op onze redactie kwamen via de mail en telefonisch tientallen tips binnen. Enkele melders noemden zelfs namen en adressen van de betrokken oplichters. De naam die bij herhaling wordt genoemd
is die van een roemruchte Roma-familie uit de provincie Utrecht. Na de vele tips die binnenkomen, lijkt het kat in het bakkie. De politie heeft het bewijs in de vorm van camerabeelden en beschikt na onze uitzending ook over namen en andere gegevens van de betrokkenen. Een kwestie van ophalen voor verhoor, zou je denken. Maar de Rotterdamse politie denkt daar kennelijk anders over. Want hoewel Van der Hoor zegt dat het opsporingsteam voor deze zaak weer zeer actief is geworden, gebeurt er helemaal niets. Bij navraag door ons blijkt telkens dat een regisseur of teamleider op vakantie is of verlof heeft. Maandenlang belooft voorlichter Van der Hoor plechtig dat de recherche er echt snel mee aan de slag gaat. Snel heeft echter bij de Rotterdamse politie dezelfde betekenis als zeer actief. Want in juni, 4 maanden na de diefstal, kan Van der Hoor nog altijd geen resultaat melden, ondanks de concrete tips. En dan gebeurt er iets onverwachts. Want begin juni meldt zich een van de verdachten via haar advocaat bij ons. Het gaat om deze jonge vrouw die samen met de man de sigarenverkopers afleidt. Maar van een berouwvolle verklaring is geen sprake. De vrouw ontkent op het kantoor van Moskowitz, advocaat in Amsterdam, iets te maken te hebben met de diefstal. Als je die band bekijkt, dan valt op dat jullie met z'n allen heel goed samenwerken om deze mannen af te leiden. Eerst moet die tweede man in de winkel komen, vervolgens wordt er alle kanten op gewezen met allerlei rare vragen die ook soms helemaal niet ter zake doen. Dit wijst erop dat jullie gewoon heel goed voorbereid met een afgesproken rol voor iedereen deze mensen aan het afleiden waren. Ik heb niks mee te maken. Wie waren die andere mensen dan met wie je was? Weet ik niet. Weet je niet? Je kwam met die mensen en je ging met hun weg. En je kent ze niet. Dat ik is ken toch, ze niet. Dat is toch een heel ze raar verhaal. Ze hebben me wat gevraagd en ik heb het geantwoord. Of ik heb ze niet helemaal goed begrepen. Wat vroegen ze dan? Iets voor een sigaren. Geloof je dit nou zelf allemaal, wat je hier verkondigt? Ja, ik geloof het wel. En ik ben onschuldig. Dit is een hele bekende truc die jullie hebben uitgehaald in die winkel. Daar is al heel vaak aangifte van gedaan. Is iedere keer dezelfde manier waarop er wordt geopereerd. Dit is gewoon diefstal, georganiseerd. Ja. Ik ben geen crimineel en ik heb nog nooit iets crimineels gedaan. Volgens mij... Lieg je? Ja, u kunt denken wat u wilt, maar ik ben onschuldig. En ik heb niks mee te maken. Je gaat je melden bij de politie, waarom is dat? Ja, door u. Oh, wij hebben het gedaan. Ja, u zocht mij en ik wil kijken waarom jullie mij zoeken. Ik voel mezelf onschuldig en dat wil ik ook bewijzen dat ik onschuldig ben. Nou, je voelt je onschuldig, maar dat is wat anders of je onschuldig bent. Ik ben onschuldig. Je kan soms ook te veel ontkennen, hè? Toch? Ik zag gewoon de waarheid. Een waarheid die haaks staat op wat de videobeelden aantonen. Want op de opname van de bewakingscamera is duidelijk te zien dat de ontkennende verdachte overlegt met de vrouw in de grijze jas. En als de buit binnen is en de groep de winkel verlaat, grijpt de man die met haar aan de toonbank staat haar bij haar arm. Maar de jonge vrouw houdt dus vol dat ze die dag in februari gewoon sigaren kwam kopen en dat ze die wildvreemde mensen niet goed begreep. En ze liep toevallig met een aantal onbekenden de zaak in en er later samen met hen weer uit. En dat verhaal wil ze ook graag vertellen aan de Rotterdamse regisseurs. Want enkele dagen later, op dinsdag 10 juni, meldt zij zich op het politiebureau. Gezien de aangifte van sigarenhandelaar Groenendijk en de overduidelijke beelden op de videotape zou je veronderstellen dat de recherche direct vol in actie komt nu deze dame zich meldt. Maar na een kort verhoor wordt ze gewoon weer heen gezonden. Volgens een rechercheur ontkent de vrouw ook bij de politie en zijn er nu eerst ondersteunende verklaringen van haar betrokkenheid nodig van de andere verdachten. Verdachten die ze echter niet actief opsporen. Het blijft opnieuw stil aan politiezijde. En weer belooft voorlichter Van der Hoor enkele malen telefonisch dat ze er echt snel mee aan de slag gaan. Inmiddels is het eind augustus. Ruim een half jaar nadat Groenendijk aangifte deed,
en de videoband aan de politie overhandigde. Wanneer we voor de zoveelste keer informeren naar de stand van zaken in het onderzoek, doet dezelfde voorlichter, die eerder aangaf dat het onderzoek de hoogste prioriteit had, de verbijsterende mededeling dat er de afgelopen maanden helemaal niets gebeurd is. Dat vanwege het vertrek van een teamleider van de recherche. En dan laat woordvoerder Van der Hoor weten dat er eindelijk actie komt. De zaak komt de volgende dag in het districtsmanagementoverleg. In dat overleg beslist de recherche over de te volgen strategie. Dat bedoelt het Rotterdamse korps dus met hoge prioriteit geven aan de zaak. Dan zit er inderdaad schot in het onderzoek. Na het managementoverleg is er een aantal rechercheurs vrijgemaakt om de daders van de diefstal op te sporen. De mannelijke verdachte verblijft volgens de politie in Utrecht. De Rotterdamse politie vraagt haar collega's in Utrecht om hem aan te houden. De huizen waar hij zich regelmatig zou ophouden worden geobserveerd. Het is een kwestie van dagen, verzekert ons de Rotterdamse rechercheur die de zaak leidt. Na vele maanden lijkt er dan toch een oplossing te komen in deze op het oog eenvoudige zaak. Nou, als we het vanavond toch over ongeloofwaardige verklaringen gaan hebben, dan spant het meisje dat volgens haar zeggen toevallig door het oplichtersgezelschap werd meegesleurd de winkel in op voorhand wel de kroon, om in termen van het Koninklijk Huis te blijven. Het heeft allemaal even geduurd, maar is nu inderdaad een oplossing. In Utrecht werd afgelopen week de man uit het gezelschap gearresteerd en hij heeft een bekentenis afgelegd waarna hij weer als vrij man mocht vertrekken. Zo gaat dat. Deze week werd er in Houten ook nog een ander lid van de familie aangehouden die niet heeft bekend en daarom nog vastzit. Vroeger zei men in de onderwereld altijd: bekennen is om straf vragen, maar het lijkt erop alsof hier het omgekeerde gebeurt. Bij ons in de studio is de woordvoerder van het korps Rotterdam-Rijnmond, Joop van der Hoor. Dag meneer Van der Hoor. Is dit alles nou wat men in Rotterdam geen daden maar woorden zou noemen? Nee, ik wil toch liever op de Feyenoord manier meegeven. Geen woorden maar daden. Alleen voordat je tot daden kan overgaan, is er tijd nodig. En nou, heel lang geduurd, hè? Ja, er is een behoorlijke tijd is er overheen gegaan. En dat hadden we ook met z'n allen, met name de behandelende rechercheurs, graag sneller zien gebeuren. Maar het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Dit is een panklare zaak, door jullie aangeleverd. En daar zijn we ook zeer dankbaar voor. Maar in de vorige uitzending zei u, was u heel gretig. En ja, zei u, natuurlijk willen we graag doen die zaak. Ja. En vervolgens duurt het dan meer dan een half jaar. Rechercheurs zijn niet anders dan ik. Ze zijn zeer gretig. Zeker met dit soort zaken, wat ik al zei, panklaar. Dus dan lijkt het alsof het een kwestie is van mensen ophalen. Maar mensen wonen niet altijd daar waar ze ingeschreven staan. Ze verblijven niet altijd waar we denken dat ze verblijven. Dus daar moet eerst omheen gerechercheerd worden. Nou, als degene die u heeft gearresteerd en vervolgens heeft bekend ook weer direct naar huis gestuurd, ontmoedigt dat ook niet een beetje? Nou, het moedigt juist aan dat zo iemand, in ieder geval in tegenstelling tot de juffrouw die we ook in beeld hebben gezien, dat hij in ieder geval een goede verklaring geeft waar wij verder mee kunnen. En dat is dan geen beloning, maar wij hebben dan strafrechtelijk gezien geen redenen om de man lang vast te houden. Hij werkt, hij is coöperatief, hij werkt mee. En in overleg met de officier van justitie wordt dan besloten of zo iemand langer moet blijven of dat hij wordt heengezonden. Ja, nou goed, hij is dan wel weer meteen de straat op. Dus je zou kunnen zeggen van nou, als je bekend, sta je meteen weer buiten. Het is geen kwestie van aanbellen, binnenkomen, bak koffie praten en weer naar buiten. Nee, daar is ook in dit geval zijn er een paar dagen overheen gegaan. Heeft u nou nog zicht gekregen op meer gepleegde misdrijven? Want als je zag hoe deze mensen dit allemaal deden, dan kreeg je toch de indruk dat hebben ze vaker gedaan. Ja, een geraffineerde groep mensen die ook naar onze mening ook, ondanks hetgeen wat ze zeggen, absoluut bij elkaar horen. Mm-hmm. Zoals u ook in de uitzending heeft laten zien. Ja. Zij hebben ongetwijfeld meer op hun geweten. En we weten ook dat ze meer op hun geweten hebben. Mm-hmm. En daarvoor zijn andere collega's in den landen zijn ook ingeseind door ons. Mm-hmm. Daar waar zij zelf al niet achter deze familie en groepen mensen aan zaten. Dus dit heeft nog zeker een staartje. U gaat daar nog op door?
Ja, iets minder gretig. Want alles heeft zijn tijd nodig wat dat betreft. En we laten dit over uiteraard aan de collega's in de landen. Maar u blijft dus wel zeggen tegen mensen die van dit soort praktijken het slachtoffer worden. Doe aangifte, kom het melden bij ons. Want dat heeft wel zin. Dat heeft zeker zin. Het zal voor die mensen en met name de sigarenhandelaar zal het hele lange tijd hebben geduurd. Niet alleen voor zijn gevoel, maar gewoon daadwerkelijk. Desondanks hebben we toch met alles wat we voor handen hebben gehad, hebben we toch mensen bij elkaar weten te halen. We hebben een speciaal team daar toch opgezet. En tussen alle andere bedrijven door hebben we deze zaak, mede dankzij jullie, kunnen oplossen. En de kijkers natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, we zullen maar zeggen dan beter laat dan nooit. Ja, de arm van de wet is lang, zoals u zelf al voor de uitzending aangaf. En daar sluit ik me graag bij aan. En geduldig soms. Zeer geduldig. Oké, absoluut. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Na de reclame deel 2 van wat inmiddels Mabelgate is gaan heten. Tot zometeen. Welkom terug bij het vervolg op ons geruchtmakende interview met Charlie da Silva, de bodyguard van Klaas Bruinsma, die deze week meer onder vuur lag dan ooit in zijn actieve carrière. Spreekt hij wel de waarheid? Verwisselt hij Mabel misschien met een ander? En hoe zit het eigenlijk met de verklaringen die tegen hem zijn afgelegd? Er is veel gesuggereerd en sommigen betwijfelden zelfs of Charlie da Silva wel ooit bodyguard is geweest van Bruinsma. Vanavond de antwoorden daarop. De relatie tussen onze reservekoningin Mabel Wisse-Smit en maffiabaas Klaas Bruinsma heeft de afgelopen week het nieuws volledig beheerst. Ook in het buitenland pikten de kranten het nieuws op. Vanuit Chili gaf de ex-bodyguard van Bruinsma, Charlie da Silva, een onthullend interview vol details. Ja, zij wordt die vriendin van die lange. Ik bedoel, ze slaapt bij Klaas of Nelly Jacoba. Ze liep die samen. Mocht zij zo aan boord? Of, Ja, ik moest haar fouilleren de eerste keer. Dat heb ik het gevraagd. Ik kom heel erg raar dat zij 2 achternaam had. Want de Hollanders hebben ze maar 1 naam, toch? En zij heet Smit van de 2 achternaam. En ik kijk naar die papieren. Ze, wie ben je? Nou, ik ben Mabel. Mabel. Of Spaans Mabel. Maar is de relatie tussen Klaas Bruinsma en Mabel ooit beëindigd geweest? Heb jij daar wat van gewerkt? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Tot de laatste dag. Tot de laatste dag van zijn leven. Klaas was stapelgeven. Dat was de meest interessante vrouw die ooit in zijn leven geleerd heeft en gekend heeft. Daarnaast bevestigde de financiële man van Bruinsma, de Amsterdammer Ed S., dat de dominee en Mabel een meer dan vriendschappelijke relatie hadden. Ik weet vrijwel zeker dat Klaas ook seksueel contact had met Mabel. Ik ben er natuurlijk nooit zelf bij geweest, maar ik maakte dat op uit de houding van Klaas en de dingen die hij over haar zei. Bovendien stelt Ed S. dat Bruinsma meermalen contact had met Mabels stiefvader, een prominent figuur in de Gooise zeilwereld. En dat is niet eenmalig geweest. Het zou me zelfs niet verbazen als hij haar vader eerder kende dan haar. Hij was erg belangrijk voor Klaas. De man was een prominent lid van een Gooise zeilvereniging en volgens Klaas kon Wisse-Smit hem bij allerlei chique vriendjes introduceren. Klaas zei altijd: dat is goed voor mijn public relations, Ed, en dus goed voor jullie toekomst. De politiek reageerde geschokt op de ontboezemingen en premier Balkenende heeft nu een extra onderzoek bevolen dat moet uitwijzen of Mabel mag trouwen met prins Friso en zo aanspraak kan maken op de troon. Maar er kwamen in de media ook mensen aan het woord die de hele affaire ontkenden en zelfs in twijfel trokken of Charlie da Silva wel ooit de lijfwacht was geweest van Bruinsma. Geurt R., eveneens een ex-lijfwacht van Bruinsma, stelde in het Radio 1-journaal dat Charlie da Silva onzin uitkraamt. Charlie die kwam wel eens in een auto komen, maar ik denk dat Charlie dan ook geen tasje en zakken met geld gezien heeft. En ik denk dat Charlie heel veel fantasie heeft. Het is 12 jaar geleden. Dat meisje is iets veranderd.
er staat mij wel iets van bij. Ja. Weet je, maar ik heb zoveel meisjes en vrouwen en dames de revue zien passeren. Etienne U., de rechterhand van Bruinsma, ontkent ook. Hij vindt Charlie een fantast en noemt het interview klinkklare onzin. En hoogleraar strafrecht professor Van Duinen ten slotte, die destijds onderzoek deed naar de Bruinsma-bende, stelt dat hij nooit heeft gehoord van de naam Charlie da Silva. Peter belde allereerst met Charlie da Silva zelf en legde hem de drie ontkenningen voor. Het was een lang weg. Het was jaar voor de dood van Klaas. Van die lange was Geurt al weg. Geurt heb nooit bij de Nelsje Jacobbe geweest. Hij heeft dat niet meegemaakt. Waarom denk je dat hij dit dan zegt? Wij komen samen op de Liek, hè. En hij vindt niet leuk dat ik uiteindelijk gebleven als de bodyguard van die lange. Hij was geen bodyguard meer in die periode? Nee, helemaal niet. Dat is gewoon iets van het verleden van Klaas, voor die tijd dat ik hem ken. Ik heb zelf niks met hem te maken. Ik heb nooit iets met hem gedaan. Wij gingen samen op vakantie naar Spanje toe. Wie? Jij en Klaas? Nee, ik en Geurt. Ja. Nadat wij de Leakout kwamen, want wij komen ongeveer op dezelfde tijd. Ja. En wij hebben een hele leuke vakantie gehad. Maar toen wij terug naar Nederland, toen had ik Klaas besloten dat ik... dat ik mag blijven en hij niet. Waarom weet ik ook niet, maar... En daar komt nu een stukje rancune uit voort, denk je? Ja. Hij heeft ook geen andere reden. Ik bedoel, hij is nooit op de schip geweest. Ik bedoel, hoe kan hij nou weten welke die wijven van de Lange? Weet je nog, hij komt nog op die Amstel Hotel, komt hij soms... Bij die lange. Aan die lange gaf hij toen klusjes of wat dan ook. Dat de jongens zijn brood verdienen. Maar ja, die jongen is nooit meer geweest. Is nooit meer in de kringen van die lange geweest. Ook Etienne U. noemt de door jou beschreven situatie klinkklare onzin. Hij zegt dat Klaas nooit een relatie met Mabel heeft gehad. Wat is daar je reactie op? Ik zou echt niet weten waarom hij dat zei. Maar hij was niet in de laatste jaren met het langer geweest. En hij is zeker ook niet die opvolger van hem. Hij was niet vaak in het gezelschap van Klaas het laatste jaar, zeg jij? Nee, niet vaak. Heb jij hem wel eens op de boot gezien, op de Neeltje Jacoba? Jawel, jawel. Ja, dat wel. Maar niet elke dag. Absoluut niet. Maar heeft hij een reden, een belang om dit te ontkennen, om te zeggen dat jij dat verzint? Toen je me vroeg over Mabel, wist ik helemaal niet dat hij met de prins of zo ging trouwen. Hunne weet het wel. Hunne, misschien denk je ze anders over. Voor mij was het een verrassing waarom je zoveel vroeg over die blonde meid. Ik had geen idee waar hij mee bezig was. Om eerlijk te zeggen, ik denk dat hij een Nederlander is en misschien heeft hij daar wel respect voor het koninklijke huis of wat dan ook. En inderdaad, de vraag rijst, hebben de drie ontkennende getuigen wel alle recht van spreken? Etienne U. werd altijd gezien als de rechterhand van Klaas Bruinsma. Maar hoe vaak had hij de laatste jaren van Bruinsma's leven nu werkelijk contact met de maffiabaas? En klopt het wat da Silva daarover opmerkt? U werd in december 1996 in Frankrijk gearresteerd met in zijn bezit een opzienbarend document dat door de politie meteen in beslag werd genomen. Dit is het procesverbaal daarvan. Het ging om dit manuscript, een uitgewerkt vraaggesprek voor een boek dat een zeer authentiek inkijkje biedt in het leven van Bruinsma's rechterhand. Een voor hem zeer belastend document waarin hij openlijk over zijn verleden met Bruinsma sprak en dat vanzelfsprekend niet bedoeld was om in handen van de politie te vallen. Uit Etienne U.'s eigen woorden blijkt dat hij de laatste jaren van Bruinsma's leven juist helemaal niet zo nauw betrokken was met diens doen en laten. U stelt over de periode 1990-1991
twee jaar daarvoor begon ik al afstand van Klaas te nemen. De contacten met Mabel vonden plaats toen Bruinsma, de voormalige reddingboot, Neeltje Jacoba had. En dat was pas eind 1989. En over het liefdes- en seksleven van Bruinsma wist u op dat moment ook bepaald niet alles. Zo blijkt uit de volgende passage uit het manuscript. Ook in zijn seksleven had hij rare dingen. Daar ben ik pas later achtergekomen, na zijn dood. En als u nog contacten had met Bruinsma ten tijde van de Neeltje Jacoba, en dus ten tijde van Mabel's overnachtingen daarop, kan u daar niet veel van afweten, blijkt uit zijn woorden over het milieu waarin hij toen verkeerde. Ik heb er best mee te maken gehad en ik zat er middenin. Maar ik ging 's avonds naar huis en dan ging ik video kijken. En als het weekende daar was, dan zat ik in de bus naar Dinan. Wat er in Dinan te doen was, blijft onduidelijk, maar als de interviewer vervolgt met de vraag of het milieu niet zijn totale leven was, antwoordt u resoluut met nee, absoluut niet. Peter heeft de advocaat van u, Kees Corvinus, gevraagd of Etienne U commentaar wil geven. Etienne U heeft er niet op gereageerd. Ook op het verhaal van Geurt R. over zijn waarnemingen in de periode dat Mabel en Klaas omgang hadden met elkaar valt het een en ander af te dingen. Volgens Charlie da Silva kregen Mabel en Klaas een intiemer contact toen Klaas in het bezit was gekomen van de voormalige reddingboot Neeltje Jacoba. Het staat vast dat Bruinsma de boot pas in december 1989 heeft verworven en dat het contact met Mabel zich dus in 1990 moet hebben afgespeeld. Uit dit artikel in het Parool uit 1992 blijkt nu, notabene uit R's eigen woorden, dat hij in 1990 hooglopende ruzie had met Bruinsma. En in het boek De Dominee van Bart Middelburg wordt dat nog aangevuld met Bruinsma liet weten liever niets meer met R te maken te hebben. Ten slotte was het voor R grotendeels fysiek niet eens mogelijk getuige te zijn van de affaire met Mabel. Hij zat midden 89 en in het voorjaar van 1990 in de gevangenis wegens bedreiging en drugshandel. Overigens hebben Geurt R. en Etienne U. ook een reden om nog een rekeningetje met Charlie da Silva te vereffenen, meent hij. En dat heeft alles te maken met de schilderijendeal tussen da Silva en justitie. In 1991 had Charlie de beschikking over deze twee gestolen kunstwerken van Jacob van Ruisdaal en Frans Hals. Ze waren afkomstig van de toen net vermoorde Bruinsma. Bruinsma had ze bij een drugstransactie in bezit gekregen en wilde dat ze terugkwamen in het museum. Charlie heeft toen met justitie een unieke deal weten te sluiten. Hij heeft de schilderijen voor een 500.000 gulden in contanten terugverkocht aan de Nederlandse overheid. En zo beschikte Charlie over cashgeld uit de erfenis van Bruinsma. Geurt R. had dat geluk niet. En hij heeft na Bruinsma's dood nog geprobeerd een deel van die erfenis van de dominee op te strijken via advocaat Engelsma, maar dit mislukte. En zo bleef Charlie, dus tot ergernis van zijn collega's uit de Bruinsma-bende, de enige die er iets aan over heeft gehouden en vervolgens met dit kapitaal de wijk nam naar Chili. Kan het zijn dat hij toch een naar gevoel erover heeft dat jij met 500.000 gulden van die schilderijen bent vertrokken naar Chili? Ja, ik denk dat zit wel in zijn maag. Want nadat hij lange doos geschoten was, hij is één keer bij jongens in de Barmok geweest. En maar is hij gauw weggelopen. Hij wou cowboy spelen, maar Wat kwam hij dan hij doen? Hij vroeg geld. Hij wou geld hebben. En dat hebben jullie hem niet gegeven? Helemaal niet. Professor Van Duinen ten slotte, die tussen 1986 en 1991 onderzoek deed naar de bende van Bruinsma, stelt dat op de naam da Silva
geen enkel trilhaartje aanslaat. Hij betwijfelt zelfs of Charlie wel Bruinsma's lijfwacht was. De hoogleraar strafrecht heeft kennelijk zijn werk niet goed gedaan, of is te veel blindgevaar op de politie, die er ook niet in slaagde de bende rond Bruinsma goed in kaart te brengen. Allereerst zijn er als onweerlegbaar bewijs natuurlijk deze twee unieke foto's, waarop Da Silva en Bruinsma in 1991 gebroederlijk naast elkaar op de Amsterdamse kermis voor een schiettent staan. De foto's zijn zeer kort voor de moord op Bruinsma genomen. Daarnaast staat in dit Telegraafartikel uit 1994 letterlijk dat Da Silva na zijn vrijlating nauw betrokken raakte bij het drugsimperium van Klaas Bruinsma en dat hij namens de Bruinsma-organisatie gesprekken voerde met de leider van het interregionaal rechercheteam. Als de toenmalig advocaat van Bruinsma, meester Abraham Moskowitz, wordt gevraagd of hij zich Da Silva uit die periode kan herinneren, zegt hij: meneer Moskowitz, kunt u zich bodyguard Charlie Da Silva herinneren? Ja, die kan ik me natuurlijk herinneren. In die tijd traden mijn vader en ik op voor meneer Bruinsma. En in dat kader frequenteerde Bruinsma regelmatig ons kantoor. En in zeer veel van die gevallen dat Bruinsma kwam, was meneer Da Silva daarbij, meneer De Vries. En als nu een professor zegt, ik heb eigenlijk helemaal nooit van die man gehoord, is die wel bodyguard geweest van Bruinsma? Want dan zeg ik u dat hij zijn huiswerk beter moet doen, meneer De Vries. Maar er is nog veel meer. De hoogleraar strafrecht, professor Van Duinen, die de positie van Da Silva zo in twijfel trekt, heeft kennelijk ook nooit kennis genomen van dit beroemde boek van zijn collega, hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk. Het boek La Bella Bettine gaat over de Haarlemse Bettine Martens, die een spilfunctie vervulde in de internationale drugswereld en na haar arrestatie als spijtoptand met de Italiaanse justitie meewerkte. In ruil daarvoor werd zij in een zogenoemd Witness Protection programma opgenomen en sindsdien is nooit meer iets van haar gehoord. Over de affaire is een film gemaakt. My friends, doing business sometimes is like dating a beautiful woman. You will have to learn to understand each other. Bovenkerk noteerde haar levensverhaal en wie komt daar pagina na pagina in voor als een belangrijke schakel in de Bruinsma-organisatie? Charlie Da Silva. Bella Bettine vertelt in het boek hoe zij in maart 1989 in contact kwam met Charlie de Chileen en hoe hij haar vervolgens voorstelde aan de baas, Klaas Bruinsma. Er waren grootse plannen. Bruinsma wilde een drugslijn opzetten met het roemruchte Cali-kartel en Bettine Martens en Charlie Da Silva moesten dit organiseren. Da Silva was bij dit topberaad steeds aanwezig. Sterker nog, uit het boek blijkt dat hij uiteindelijk met La Bella Bettine naar Colombia moest om met de topbazen te overleggen. Bruinsma zelf kon het land niet uit omdat hij gesignaleerd stond. En toen alles beklonken was en zij op het punt stonden te vertrekken, zei Bruinsma tegen haar, zo schrijft professor Bovenkerk: ik leg Charlie in uw handen. Hij gaat met u mee omdat hij uw taal spreekt, maar u moet het zien alsof ik persoonlijk met u meega. Ik vraag u voor hem te zorgen zoals u voor mij zou zorgen. Ik leg zijn lot in uw handen zoals ik mijn eigen lot in uw handen zou leggen. De reis draaide uiteindelijk op niets uit en Charlie en Bettine Martens kregen fikse ruzie met elkaar, maar de conclusie van dit alles is heel duidelijk. Da Silva was niet een meelopertje dat van niks wist. Integendeel, hij was een belangrijke schakel in de organisatie en Klaas Bruinsma had hem hoog zitten. Dat is eigenlijk precies wat Bettine mij verteld heeft. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is me een beetje bevreemd.
dat er mensen zijn die daaraan twijfelen. Ik denk dat Charlie zeker voor het internationale verband van essentiële betekenis was. En dan is er nog de kwestie rond de voormalig advocaat van Charlie da Silva, de bekende meester Oscar Hammerstein. In dit deze week verschenen artikel in NRC Handelsblad zegt Hammerstein: Charlie was iemand voor wie dichtdoen belangrijker was dan de werkelijkheid. Hij maakte zichzelf interessanter door van alles te vertellen over kluizen vol cocaïne die door de politie waren leeggehaald. Maar als Peter meester Hammerstein hierover benadert, zegt de advocaat iets heel anders. Het is een gesprek van jaren geleden waar de NRC nu uit citeert en waar de auteur mij verleden week nog even over heeft opgebeld. De schrijver heeft er iets van gemaakt wat ik niet gezegd heb. Hij vroeg: is da Silva iemand die liegt? Ik zeg toen: nee, het is niet iemand die liegt. Maar hoe moet je dat zeggen? Hij dikt een rol wat aan. Wat hij zegt is wel waar, maar er wordt door hemzelf meer gewicht aan toegekend dan het in werkelijkheid heeft. Maar de NRC-journalist heeft er wat anders van gemaakt, zegt Hammerstein. Op de vraag hoe het dan met de bewering zit dat da Silva zichzelf interessanter maakte door van alles te vertellen over kluizen vol cocaïne die door de politie waren leeggehaald, vervolgt Hammerstein: dat maakt die journalist ervan. Daar weet ik verder niks van, want dat speelt in die zaak geen enkele rol. Ik heb geen enkele herinnering tot dat feit en ik heb dat ook niet tegen de NRC gezegd. Geen cocaïneroof dus. Of heeft de journalist de klok horen luiden en weet hij niet meer waar de klepel hangt? Want da Silva heeft het destijds wel over de politie en een leeggehaalde kluis gehad, maar dat ging niet over cocaïne. En dat was geen dichtdoen, maar de harde waarheid. Want uit dit artikel in de Telegraaf van Peters hand blijkt dat er in november 1984 geen cocaïne uit de kluis verdween, maar moederbanden van afgeluisterde telefoongesprekken die in de zaak van da Silva een rol speelden. De Rijksrecherche stelde daar een onderzoek naar in en de Amsterdamse politie moest met het schaamrood op de kaken bekennen dat men hier geen uitleg voor had. In de rechtszaak zorgde dat voor grote complicaties. De banden werden een poos later in de kelder van het hoofdbureau teruggevonden. Het is het zoveelste verhaal van da Silva dat bij controle achteraf volkomen op waarheid blijkt te berusten. De getuigenissen van Charlie da Silva en Bruinsma's financiële man Ed S. over de relatie van Mabel met Bruinsma worden gewantrouwd omdat het criminelen zijn. Maar de afgelopen week zijn we ook benaderd door een volkomen onverdachte getuige, een Amsterdamse zakenvrouw. De nu 51-jarige Barbara K., niet afkomstig uit het criminele milieu, had eind jaren 80, begin jaren 90, een luxe interieurzaak aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. De zakenvrouw herinnert zich Klaas en Mabel nog scherp. Klaas kwam vaak bij deze Barbara in de zaak en langzamerhand ontstond een goed contact. Hij kwam regelmatig langs om kunst te kopen. Zijn bodyguards bleven dan buiten staan en reden na afloop vaak in een aparte auto achter hem aan. Bruinsma vertelde de vrouw ook dingen over zijn privéleven. En hij maakte er geen geheim van dat hij met criminele activiteiten zijn geld verdiende. In de zomer kwam Klaas Bruinsma een keer met een blonde vrouw de zaak binnen om haar een schilderij te laten zien. Het ging om een groot stadsgezicht van Londen. Bruinsma heeft het doek later ook gekocht. Bij deze gelegenheid zei hij toen: ik wil je mijn nieuwe vriendin voorstellen. Hij stelde deze vrouw voor als Mabel. Daar ben ik 100% zeker van. Ik heb haar ook op televisie herkend. Ze is natuurlijk iets ouder geworden, maar niet echt veranderd. Het is me allemaal goed bijgebleven, mede omdat Mabel een niet zo veel voorkomende naam is. Klaas vertelde me later dat er ook een Chinese vrouw in zijn leven was en dat hij daarnaast een relatie onderhield met deze Mabel. In het telefoongesprek dat Peter deze week met Charlie da Silva had, vroeg hij hem nogmaals naar de contacten tussen Klaas en Mabel.
Nu is het zo dat Mabel toegeeft dat ze op de boot een aantal nachten heeft geslapen en dat ze daar heeft gegeten. Maar ze zegt ook, ik ken helemaal geen Charlie. Ik heb helemaal nooit een Chileen op de boot gezien. Ik ken die man niet. Ja, dat kan toch niet. Ik bedoel, wij wonen samen met die lange in één boot. En die boot had er twee hoedjes. Eén keer voor en één keer achter. Nou heb je wel op de schip geslapen. En nou kent hij mij niet. Zijn je zoveel onzin over gesproken. Dat op een gegeven moment weet je niet meer waar die dat wel waar is of niet. Maar is dit absoluut de waarheid die jij vertelt? Dat zij regelmatig op de boot is geweest en dan bij Klaas Bruinsma sliep? Dat is de waarheid en niets dan de waarheid? Ja, absoluut. Absoluut. Dat is absoluut geen twijfel over. Het kan ook niet zo zijn, want dat wordt hier in Nederland gesuggereerd, dat je je mogelijk vergist in een andere blonde vrouw. Nee, ja. Mabel Wiesje Smit had twee achternamen. Dat vond ik al raar in het begin. Want Hollandse mensen hebben alleen maar één achternaam. Ik vergeet het nooit, het staat op mijn boekjes. Zij mocht het wel winnen. Zo was ze de enige wijf die ze kon Spaans spreken. Ze was heel chic. Nou, zijn vader was van de botentoestanden. En als je een zusje hebt die precies hetzelfde als hij is, nou dan misschien heb ik precies mee, maar ik denk niet dat hij vergiet. Absoluut niet. Ja, jij bent nog zeker van je verhaal. Absoluut. Absoluut. Aldus bodyguard Charlie da Silva. Nou, een tweelingzus heeft Mabel Wisse-Smit niet, dus duidelijk is dat da Silva bij zijn relaas blijft. Maar hoe zit het nu met Mabels Amsterdamse vriendin Ottolien Lels, die zich deze week bekend heeft gemaakt als een geliefde van Bruinsma? En wat is eigenlijk de rol van Jochem Visser, de zeilcoördinator van de maffiabaas? En is het parlement wel zo betrouwbaar in deze delicate kwestie als het zich voordoet? Verdachte lekkage in Politiek Den Haag. Tot na de reclame. Ottolien Lels. En niet Mabel Wisse-Smit zou het liefje van Klaas Bruinsma zijn geweest, zo meldde de Volkskrant deze week. Haar verklaring klinkt geloofwaardig en oprecht, zo zei ik in een reactie in het programma Nova. Maar voegde er ook aan toe, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Bruinsma hield er heel veel vriendinnen op na, zo staat vast. En voor alle duidelijkheid, het tijdsbestek waarin een en ander heeft kunnen plaatsvinden betreft niet een overzichtelijke zeilweek, maar een periode van zeker 1,5 tot 2 jaar. De vraag is nu of Charlie da Silva deze Ottolien kent. Nou is het zo dat in de Volkskrant een Ottolien Lels zegt dat zij de vriend van Bruinsma was. Dat zij een verhouding met hem had en niet Mabel. Wat is daar je reactie op? Onzin. Onzin, alsjeblieft. Maar nu heeft hij wel geslapen op die boot en nu die vriendin is andere. Nee hoor. Nee, ken je haar wel? Ken je die Ottolien? Nee, helemaal niet. Zij is nooit. Kijk, misschien was hij wel op de boot geweest toen ik er niet was. Maar toen Klaas daar was, was ik ook bij. En Ottolien was nooit in het schip geweest. Ik ken haar niet. Nee. Absoluut niet. De afgelopen week maakte Nederland ook kennis met Jochem Visser, de schipper van Bruinsma's zeiljacht de Amsterdam. Merkwaardig is dat hij volgens het Parool aanvankelijk verklaarde dat hij zich Mabel Wisse-Smit niet kon herinneren. Dat hij ook Bruinsma maar amper zag. Maar inmiddels is hij bijna uitgegroeid tot de zegsman over deze affaire. En verklaart Visser dat als hij iets niet weet, het eigenlijk ook niet gebeurd kan zijn. Over da Silva zei hij deze week in de Volkskrant: ik ken hem niet. Ik heb de naam nooit gehoord. Terwijl ik er destijds toch echt bovenop zat. Nou, laten we eens kijken wat da Silva daarover zegt. Want die zat er immers ook bovenop. Ken jij Jochem Visser? Ja hoor. Wie is dat? Wel, ja. Wie is dat dan? Dat is de schipper van die Amsterdammer. De schipper van die Lange. En ken jij hem persoonlijk? Ja, heel goed. Heel goed. Ik heb vaak met hem samen op de tafel koffie gedronken. Wij noemen hem die man van de dikke trui. Want hij heeft altijd de trui aan. Een hele dikke trui. Dus zo noemen wij. Ja. Dus je kent hem echt heel goed?
100%. Hij was de kapitein van die Amsterdammers. Dat was die man die alles regelt voor die boot van die Laan. Hij neemt is ook soms, die Neltje Jacoba neemt hij soms over van ons ook. Dus jij kende hem goed? Perfect. Hoe kan het dan dat hij in de kranten zegt, ik ken geen Charlie, ik heb die naam nooit gehoord en ik heb die man ook nooit gezien? Nou, dan is hij blind. Dat kan niet. Dat is de grootste leugen die hij in zijn leven gedaan heeft, die man. Dat kan niet. Elke keer dat hij in contact met die Lange kwam, in de laatste ring van zijn veiligheid, was ik ook bij. Ik heb vaak geld aan hem gegeven, ik heb vaak boodschappen aan hem gegeven. Ik heb vaak met hem koffie gedronken. De man is een heel aardige man, wij noemen hem de dikke trui. Dus als hij zegt van ik ken geen Charlie, dan liegt hij dat? Dan liegt hij 100%, dat kan niet. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Nou, dat is een heel ander verhaal. We hebben de dikke trui hier vanmorgen uiteraard een reactie op gevraagd. En aanvankelijk zei Jochem Visser, die tot nu toe iedereen te woord staat, dat hij best wel een paar vragen wilde beantwoorden. Hij vroeg ook of we misschien een half uurtje later wilden bellen, want dat kwam beter uit. Nou, na dat half uurtje was die bereidheid er ineens niet meer en zei hij dat we maar een e-mail moesten sturen. Toen ik nog een telefonische poging waagde, gebeurde er dit. Goedemorgen, Jochem Visser. Ja, goedemorgen meneer Visser. U spreekt met Peter de Vries van SBS6. Nou, die e-mail is natuurlijk ook verstuurd. En daar kwam dit berichtje op terug. Ik wil alleen reageren op schriftelijke vragen indien die mij relevant lijken. Uw vraag is al reeds beantwoord in het artikel van de Volkskrant. Met vriendelijke zeilersgroet Jochem Visser. Ja, zo lust ik nog wel wat. Goed. Spreken de boekhouder en bodyguard van Bruinsma en de andere bronnen die verklaren over een liefdesrelatie nu de waarheid of niet? De afgelopen week is veel te doen geweest over de betrouwbaarheid daarvan. In hoeverre kun je een crimineel op zijn woord geloven? Wat minder aan de orde is, maar wel degelijk speelt, is echter ook de vraag hoe betrouwbaar de Rijksvoorlichtingsdienst en de politiek in deze gevoelige kwestie zelf zijn. Premier Balkenende put zich uit in formuleringen die zijn zware verantwoordelijkheid benadrukken en wil discreet zijn. De RVD is minstens zo terughoudend en de andere ministers laten zich openlijk niet of nauwelijks over de zaak uit. Betrouwbaar of toch niet? Ik zou er geen eet op doen. Peter heeft voor de uitzending van vorige week een lijst met 20 vragen over de relatie tussen Klaas Bruinsma en Mabel Wissel-Smit gefaxt naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Een deel van die vragen is aan de orde gekomen in ons programma. Maar er zaten ook vragen bij over de relatie tussen Mabels overleden stiefvader, de Rabobank-topman Peter Wissel-Smit, en Klaas Bruinsma. Omdat deze aanwijzingen vervolgens door Mabel en haar moeder in een brief werden tegengesproken en Peter Wissel-Smit zelf niet meer kan reageren, is besloten de nogal gevoelige kwestie niet naar buiten te brengen en eerst aanvullend onderzoek te doen. Voor uitzending heeft Peter dan ook de RVD mondeling geïnformeerd dat wij deze specifieke informatie buiten ons programma zouden houden, met het verzoek de betrokkenen daarover te informeren. Meteen na de uitzending hingen diverse media aan de lijn die de hele correspondentie wilden inzien. Het ging om de NRC, de GPD, het ANP, HP De Tijd en het NOS-journaal.
Omdat er dus gevoelige informatie bij zat, heeft Peter dit resoluut geweigerd. Hij heeft erop de Rijksvoorlichtingsdienst nog eens op het hart gedrukt de correspondentie eveneens niet vrij te geven aan andere media. Maar daags erna, op zaterdag, ligt alles toch op straat. In de Telegraaf wordt de volledige briefwisseling met alle info uitvoerig besproken. Peter neemt direct contact op met een van de schrijvers van dit artikel in de Telegraaf, Joost de Haas, en vraagt opheldering hoe deze aan de correspondentie is gekomen. De Telegraafjournalist onthult dat de uiterst vertrouwelijke briefwisseling donderdagavond laat vanuit het parlement tot ons is gekomen. Meer wil ik er niet over zeggen. Journalistiek gezien een knap staaltje werk. Maar de schokkende conclusie is wel dat er nu zeer vertrouwelijke informatie over de relatie tussen Klaas Bruinsma en de familie van Mabel Wisse-Smit doelbewust vanuit ons parlement naar de pers is doorgespeeld. De vraag rijst, met welk oogmerk is dit gebeurd en welke krachten hebben daar belang bij? Duidelijk is wel dat openbaarmaking van deze gegevens, die wij nog onvoldoende onderbouwd vonden, de positie van Mabel Wisse-Smit niet bepaald versterken, om het maar zachtjes uit te drukken. Of was dat nu juist de bedoeling van deze manoeuvre? Om erachter te komen wie deze duistere krachten in ons parlement dan wel zijn, vraagt Peter in zijn brief aan de Rijksvoorlichtingsdienst aan wie de correspondentie allemaal is gegeven. Peter schrijft erin verder: hieruit kan ik niet anders dan concluderen dat de correspondentie via uw dienst is weggelekt en vervolgens publiekelijk is gemaakt. Als directeur Eef Brouwers van de RVD op 6 oktober antwoordt, benadrukt hij dat hij conform de afspraak de gegevens niet aan de pers heeft gegeven. Maar aan welke politici, ministers en wellicht Kamerleden de correspondentie wel is verstrekt, blijft duister. Aan uw verzoek om u een opgave te verstrekken van de personen die de beschikking hebben gehad over genoemde correspondentie, kan ik niet voldoen. Ik ben niet vrij u hierover te informeren. Nee, dat moet waarschijnlijk eerst gelekt worden, willen we de waarheid horen. Dat de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Da Silva scherp tegen het licht wordt gehouden in deze kwestie is heel begrijpelijk. Maar laat ik hier wel vaststellen dat hij open en bloot zijn verhaal vertelt en er eerlijk bij zegt dat hij een boef is. De ambtenaar of politicus die de vertrouwelijke en ook belastende informatie heeft gelekt daarentegen doet zich voor als hoeder van de monarchie, heeft een zware eed afgelegd, maar dient in werkelijkheid een ander en misschien wel zijn eigen belang. Over betrouwbaarheid kan je aardige discussies voeren. Dat blijkt wel weer. Maar dat doen we vanavond niet meer hier in deze studio, want onze tijd zit erop. Volgende week slaan wij in verband met bekervoetbal, ik geloof een club uit Rotterdam of zoiets, een keertje over. Maar de week daarop zijn we er weer. Ongetwijfeld met opnieuw een spraakmakende uitzending. Zorg dat u klaar zit, heeft u altijd een alibi. Dag.